Play Freerun Academy Leiden heeft een nieuw gebouw waar straks volop kan worden gefreerund. We hebben het idee eigenlijk een jaar geleden gekregen om hier iets te starten. Toen zijn we begonnen met zoeken naar een zaal. Ik was zelf al best wel actief met lessen in Leiden voor dergelijke verenigingen. En op een gegeven moment kregen we de mogelijkheid om in dit pand te komen. Dus zijn we gelijk gestart, hebben we het gelijk volgebouwd. Nou, eerst gesloopt en toen hebben we het volgebouwd. En nu staan we hier zo met een volle zaal met obstakels. Waar dus al gefrierend wordt, of nog niet? Nee, er wordt nog niet gefrierend natuurlijk. Door de coronamaatregelen mogen we nog niet naar binnen trainen. Maar wanneer dat versoepelt, kunnen we gelijk naar binnen. En voor nu geven jullie ook buitenlessen? Ja, nu doen we buitenlesjes in Leiden. Vooral om de universiteit van Leiden heen. En de bibliotheek ook. Daar wat mooie plekjes. Want hoe zit het met de freerun community in Leiden? Is die groot? De freerun community is nu nog niet zo groot. Het is best een klein groepje. Maar ik hoop dat dit dus verandering kan brengen daaraan. Dat we een mooie groep hebben waar iedereen kan sporten en zijn ding kan doen. Want wat is je ding doen bij freerunnen? Je ding doen, dat is eigenlijk alles wat jij met beweging kan bedenken, uitvoeren en proberen. Seppe, jij freerunt ook bij de Play Freerun Academy Leiden. Ja? Doe jij dit al lang? Ja, ik doe het al een behoorlijke tijd. Eigenlijk sinds kort, na een jaartje, doe ik het wat serieuzer. Daarvoor was het eigenlijk vooral een beetje aankloten, om het zomaar te noemen als dat mag. En verder nu doe ik het wat serieuzer, echt aan het letten op technieken en zo. Dus, Want is dat belangrijk bij het freerunnen, techniek? Ja, techniek is super belangrijk. Zonder techniek, je kan wel heel veel dingen doen, maar dan ben je na een week zijn je enkels kapot, denk ik, als je geen techniek gebruikt. En daarnaast, heb je nog wat nodig? Moet je bijvoorbeeld lenig zijn om te kunnen freerunnen? Nee, dat hoeft niet. Het is wel een leuke bonus natuurlijk, want dingen zullen gewoon makkelijker gaan, maar het is niet dat dat essentieel is. En hoe ben jij zo bij het freerunnen gekomen? Nou, ik vond het vroeger onwijs leuk om overal over bankjes en muurtjes heen te klimmen. En toen kwam ik erachter dat het een sport was, nou, een soort van. En toen ben ik opgegaan. En heb je nog tips voor mensen die ook willen starten met het freerunnen? Ja, gewoon doen. Doe waar je je leuk bij voelt. En natuurlijk, kom naar Play Freerun Academy, daar leren we je alles.